Ja, we staan nog op de markt in Schagen. En ik kreeg net een sms'je van mijn moeder. Ze zei nou, pin maar even en doneer dat maar namens mij. Ze wilde geen airtime. Maar ja, dat is ook een beetje moeilijk als je niet hier bent en helemaal in Middelburg. Maar ik doe de groetjes in ieder geval aan mijn eigen moeder. Nou, er staan hier nog wat dames die er net lekker op het terras zaten. Ze hadden lunchpauze. Hallo, hoe heet jullie? Karin. En? Marloes. En waar werken jullie? Wij werken bij Stichting Kinderopvang Regio Schagen. Mooi. En u ook dus? Ja, op locatie Het Bikkeltje, hier vlakbij. Ja. De peutergroep. En jullie willen graag wat doneren en ook iets vertellen in de camera. Jullie hebben een boodschap. Ja, wij willen graag wat doneren en ook reclame maken voor ons werk natuurlijk. Onwijs leuk kinderdagverblijf, verschillende locaties in Schagen. En als jullie kinderopvang zoeken, zijn jullie van hartelijk welkom bij onze stichting. En wat is er zo bijzonder aan jullie kinderdagverblijf? We staan voor kwaliteit. Kinderen staan bij ons voorop. En vooral de aandacht, individuele aandacht naar het kind toe. Ja. Dat vinden we. En wat is er anders dan bij een ander kinderdagverblijf? Nou, we hebben een mooie aangelegde tuin. Waar de kinderen heerlijk kunnen spelen. Eigenlijk wel op alle locaties inmiddels. Hè. Ook nog wel wat in aanbouw, zeg maar, qua tuin. We hebben ook overalletjes die ze dan aan kunnen trekken om buiten gewoon ook door de bosjes te kruipen en te spelen. Dus we zijn erg blij met de tuin die we nu hebben. Ja. Nu staan we hier voor de Filipijnen. Jullie hebben de beelden natuurlijk ook wel gezien. Grijpt dat jullie erg aan? Ja, dat grijpt je zeker wel aan. Ja, je hoopt toch niet dat je dat zelf zo mee mag maken. Nee. Nou, ja. Doen jullie donatie? Doen we. En dan kunnen jullie weer terug naar het werk. Ja, oké, dankjewel. Fijne dag, hè? Dank u. Dag. En dag, Zwarte Piet. Nou, goedendag. Het is natuurlijk heel fijn dat ik hier als Zwarte Piet zit, maar ik wil dan toch een donatie doen voor alle mensen daar in de Filipijnen. Dat is natuurlijk heel erg. We hebben van de week een hele fijne winkelweek. Daar komen zowat 700 à 800 mensen vanuit de hele kop van Noord-Holland. Allemaal ouderen, bejaarden, zonnebloemers. En die vinden het heel leuk als Zwarte Piet ook aanwezig zijn. Maar ik vind ook heel belangrijk dat wij een donatie, of dat ik een donatie doe voor de mensen in de Filipijnen. Namens de zonnebloem? Namens de zonnebloem, namens onszelf. Namens mijn man en mijn gezin. Wat fijn. Alle kleine beetjes helpen, zeggen wij. U was er net al een uurtje geleden, maar toen waren we nog niet op zender. U bent speciaal voor ons gaan pinnen. Ik ben speciaal gaan pinnen en er zijn er toch altijd weer mensen die eventjes je helpen en dan komt het allemaal weer goed. Dus ik wens jullie ook allemaal heel veel succes en voor de mensen die hier van de week willen komen in het Makedo. Het ziet er heel gezellig uit en het gaat eigenlijk ook echt om de mensen. Zwarte Piet is niet zo in tel bij sommige mensen, maar als er nu ook net weer een oudere meneer naar me aankomt, hij houdt zijn hand op en hij zegt Piet, want ze vinden het nog zo lekker, want het is echt van vroeger. Ja. Dus dat moet er eigenlijk gewoon in blijven. Ja. Nou, dank u wel. Doneert u maar in de melkbus. Alsjeblieft. Dank u wel, Zwarte Piet. Jullie allemaal veel succes met jullie werk. Ja. Want ik heb gehoord dat het door het hele land is. Dus het is helemaal goed. Fijn. Dank u wel. Dag. Dag. Nou, en dan gaan we nu nog naar een paar meiden toe. Voordat we naar Stefan gaan. Want die willen ook een donatie doen. Jullie zijn scholieren, dus jullie hebben niet zoveel geld, hè? Nee, zeker niet. Maar jullie hebben het wel heel erg te doen met de mensen die slachtoffer zijn geworden van de tyfoon. Ja, sowieso. Dat is gewoon heel belangrijk dat je daarom denkt. Dat, ook al ben je student en heb je niet zo heel veel. Alles wat je hebt, kan je gewoon doorgeven. Ja, dat, doneren. Ja. Nou, jullie mogen zo een donatie doen, maar nu is de camera van jullie. Ja. Vertel maar, wat willen jullie zeggen? Wij willen iedereen vertellen dat ze op Giro 5 en 5 moeten steunen. En alle beetjes helpen bij dit soort dingen. Dus ja, dat is heel steun. Belangrijk. Dus iedereen steunen. Ja, iedereen steunen. Je zou zelf ook top. Willen. En nog iemand groetjes doen. Ja, mijn moeder. Aan mijn moeder. I love you. En mijn zusje. Iedereen. Gewoon aan iedereen. Ja. Nou, jullie donatie kan in de melkbus. Okay. Ja, leuk. En dan gaan we straks naar Stefan. Die staat bij een initiatief. Alsjeblieft. Dag, tot ziens. Bedankt. Die staat bij een initiatief om die halen kleding op.
En met die kleding wordt weer, er wordt weer geld mee opgehaald. En dat gaat ook weer naar Giro 555 voor de Filipijnen. We gaan naar Stefan. Nou, dat is precies wat het is, Marielle. Dankjewel. We zijn ook in Schagen. Een industriegebied. En we zijn bij Rataplan. Kijk, hier. Voor kansen voor mens en milieu. Het staat eronder. Dit is een kringloopwinkel. Even kijken. Ja, hier moeten we erin. Kijk, dat zijn professionele inzamelaars. Hè? Die doen dat het hele jaar door. Dan niet geld voor de Filipijnen, maar gewoon goederen. Zodat mensen met een smalle beurs banken, stoelen, dingen kunnen kopen. Maar ze hebben dus ook een actie. Ik weet niet of je het kan zien. Het glas is misschien wat donker. Help slachtoffers ramp Filipijnen. Bij de winkels van Rataplan. En ik ga op zoek naar Dennis. Die zou hier ergens te vinden moeten zijn. Even kijken. Oh ja, daar is hij. Dennis! Hoi! Mag ik je even... Hi, Stefan Roest. Goeiedag. Dennis, hallo. Van Rataplan. Schagen. Vestiging Schagen. Jullie hebben een initiatief, ja? Om niet geld in te zamelen, maar kleding in te zamelen. Hoe werkt dat precies? Klopt. Van het weekend zijn we met een aantal collega's bij elkaar gezitten. En we wilden toch wat doen voor Giro 555. Nou, dan hebben we gezegd, wat kunnen we geven? Wat komt bij ons binnen? Tweedehands kleding. Je zou zeggen, stop alles in een container. Ja. Zet het op een schip naar de Filipijnen, want de mensen daar hebben niks. Tafels, stoelen, boeken, stereo's, tv's, maar... Dat is natuurlijk nogal kostbaar en bewerkelijk. Heel tijdrovend. Dus we hebben gezegd, we gaan per kilo kleding 25 cent doneren aan Giro 555. De bedoeling is dat mensen die kleding bij jullie komen brengen. En voor alles wat bij jullie binnengebracht wordt, daarvan gaat 25 cent per kilo naar 555. Ja, wij wegen het, gaat op de weegschaal, wordt geturfd. En aan het eind van de dag maken we een totaaloverzicht. Zoveel kilo kleding is binnengekomen. En we zetten het één op één door. Eens kijken of er wat is in het magazijn. Daar komt het allemaal binnen. Er is al een leuke hoeveelheid binnengebracht. Ja, er is al wat. Ja, een kleine 50 kilo. Eens kijken. Is er binnengebracht. Dag mensen, goeiedag. Hier, onze mensen. Allemaal mensen aan het werk. Die verzamelen het eigenlijk. Jullie zijn natuurlijk eigenlijk het hele jaar door een goed doel, hè? Mensen die... Klopt, we hebben mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, in welke vorm dan ook. Ja. Die bieden wij hier een werkplek aan. Om ze uiteindelijk weer terug in het reguliere arbeidsproces te laten vloeien. En mensen met die weinig geld hebben, die meubeltjes of spulletjes nodig hebben, die kunnen bij jullie, of kleding, Klopt. Bij jullie dan natuurlijk ook terecht. Mensen met een beperkte beurs of mensen die op zoek zijn naar wat leuke dingen van vroeger, hebben dingetjes, die komen hier. En die vinden allemaal wat leuks. Ja, er zijn natuurlijk ook mensen in Nederland die in nood zijn, hulp nodig hebben. Klopt. Hoewel het vergeleken met de beelden die we gezien hebben van de Filipijnen. Klopt, het is niet zo dramatisch, maar... Dit is de inbreng van vandaag. En we filteren dan de schoenen eruit. Die gaan in aparte zakken en de rest gaat... wordt gewoon een opbrengst van een dag? Ja, dit is van vanochtend. Nou, wat zal het zijn, kilo's? Ik denk een kleine 50 kilo. Oké, maar de eerste dag, hè? Het moet nog een beetje op gang komen. Ja, dat is het. Dat is gisteren gelanceerd eigenlijk. En we hopen dat dit eigenlijk vertienvoudigt zo de komende dagen. Dus iedereen in Schagen, duik even de kledingkast in, de garage, overal waar zakken kleding nog te vinden zijn. En kom het hier langs brengen. Wat is jullie adres precies? Korte Volk nummer 4. Korte Volk 4. In Schagen, maar we zitten ook in Heergewaard, Alkmaar, Amsterdam, Haarlem en zo verder. Dus kijk even op www.rattenplan.nl voor de adressen. Oké, nou daar komen we straks nog wel een keertje op terug. We gaan kijken of we straks ook nog wat medewerkers kunnen spreken. Ja. Het was natuurlijk ook bij jullie opgekomen, hè? Dat je denkt, zoveel spullen waar mensen daar, ik zie daar olielampjes staan, die kunnen ze op de Filipijnen ook wel gebruiken. Ze fiets kunnen ze ook wel gebruiken. Mensen hebben helemaal niks meer. Heel veel bruikbare spullen staan hier. En we zouden willen dat we alles één op één door kunnen sturen, maar we doen het in de vorm van geld. En dan betaalt of bepaalt Giro 555. Waar ze het aan uitbesteden. Ja, misschien zijn medicijnen nog wel belangrijker. Of tenten. Ja. En komen die bordjes en die olielampjes en die andere spullen komen dan allemaal later wel. Ja. Dus daar kunnen weer mensen in Nederland hun profijt mee doen met deze dingen. Ja, we lopen nog even weer de winkel in. Want er zijn heel veel rattenplans, hè? In allerlei verschillende... Klopt, we hebben 14 verschillende kringloopwinkels. Maar we hebben ook fietsenstallingen. We bewaken voor de NS en verschillende gemeentes fietsenstallingen.
En dat is eigenlijk met dezelfde filosofie. Dus mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek bieden. Nou, een goed doel op zich. Rattenplan in Schagen, allerlei andere gemeenten ook. We komen straks nog wel even terug. Spreken we misschien ook met mensen die hier werken. Nou, hopen dat er veel kleding binnenkomt. Kom op, met al die oude zo. Je trekt het toch niet meer aan. Inleveren die hap. Ik kom eerst daar. Ja, we zijn er weer op de markt in Schagen. Naast mij staan mensen van Veko Lighting. Zeg ik dat goed? Veko Light System, ja. Ja. En jullie hebben een collega die uit de Filipijnen komt en ook vanuit het getroffen gebied. Ja, de hele familie woont in het getroffen gebied en ze had daar tot maandag helemaal niets van gehoord. En toen hebben we besloten om met z'n allen een uur over te gaan werken om haar op die manier te steunen. En de directie die zei van, die was daar gelijk mee eens. Iedereen deed ook mee, ook uit de buitendienst, ook echt het hele bedrijf deed eraan mee. Hoeveel mensen zijn dat? Dat weet ik eigenlijk niet precies. Ik denk dik 100. Kleine 72. Ja. Ja, ja. Ja, mooi. Super initiatief. En die meiden hebben dat zelf geïnitieerd. En wij als directie zijn hebben gezegd van, nou weet je, dat moeten we verdubbelen. Dat moeten we alleen maar blijven steunen. En als je zo voor je collega's op wil komen, nou ja, dan is het gewoon fantastisch. Nou, dat is geweldig. Ja. Ja. En hoe gaat dat met jullie collega? Want zij is gewoon hier en ze kan natuurlijk niet zo gek veel doen verder. Nee. Ze is zelf ook allerlei initiatieven aan het tonen om extra geld voor haar familie bij elkaar te krijgen. Want hoe gaat het nu met haar familie? Ik heb er vanmorgen gesproken. Ze had maandag had ze contact via. En ze heeft inmiddels beide zusjes gesproken. En er is geen verbinding, geen internet. Dus het is echt heel weinig contact. Maar ze weet wel dat ze allemaal leven. En dat het nu een kwestie is van overleven. Ja. Hè, want alles is kapot. De huizen zijn weggespoeld. En er is geen eten, geen drinkwater. Er liggen natuurlijk nog heel veel slachtoffers onder het puin. Ja. En wat dat betreft... Hebben ze nog een huis? Ze hebben nog wel een huis, er zit geen dak meer op. Dus alles is natuurlijk weggespoeld. Dus straks ook heel veel gereedschap nodig en spijkers en spullen om alles weer in elkaar te zetten. Om alles op te bouwen, ja, dat zei ze ook. En ze zegt, we hebben ook geen winkels meer, geen scholen meer. Het eerste wat ze willen doen is de mensen echt eten en drinken te geven. En ervoor zorgen dat mensen niet ziek worden. En daarna wil ze een winkeltje gaan beginnen, zodat er dingen uitgedeeld kunnen worden, nu nog. En waar ze later gewoon echt dingetjes kunnen gaan verkopen. Dus het is een heel goed besteed. Ja, als je zo'n collega hebt die daar vandaan komt, dan komt het ineens veel dichterbij, hè? Ja, dan komt het heel erg dichtbij. En ook vooral omdat ze zo lang niks gehoord had. We zaten vrijdag met z'n allen in de kantine en toen hoorden ze maar niks. En dan vraag je iedere keer, iedere koffiepauze, iedere pauze, heb je al wat gehoord? Weet je al wat? En ze hoorden gewoon helemaal niets. En dat kan natuurlijk ook niet als er geen stroom en geen internet, geen telefoon is. Maar ja, je wacht toch op een teken van leven. En toen dat teken van leven één keer kwam, ja, toen hadden we zoiets van, nou moeten we ook met z'n allen iets gaan doen, zodat het straks in de toekomst ook goed gaat natuurlijk. Ja, nou, ik vind het echt een geweldig initiatief. Jullie zijn echt een voorbeeld voor andere bedrijven om dat zo te doen. Ja, natuurlijk ook dat andere mensen dat ook gaan doen, andere bedrijven dat ook gaan doen. Kijk, je kan daar niks doen, maar hier wel. Je kan een overuur doneren, een snipperuur doneren, een vakantieuur, dat maakt niet uit wat. Ja, zo wordt het ontzettend gewaardeerd natuurlijk. Ja. Zo haal je ook heel erg bedankt. Dus jullie doneren nu niet in onze melkbus, maar jullie doneren aan 5x5. Een klein beetje nog. En we willen toch altijd alles eventjes even goed blijven doneren. Okay. En, nou, laten zien. Hartstikke goed. Ja, in de melkbus. In de melkbus, inderdaad. Dus hartstikke leuk. Ontzettend bedankt. Ja. Okay. En een fijne dag verder. Ja, dankjewel. Dag, succes. Tot ziens. Dankjewel, succes. Ja, en dan, kijk, nog een meneer. Wilt u iets op de camera zeggen? U mag iets zeggen, hè? U heeft een donatie gedaan. Een hele goed doel, toch? Moeten we toch allemaal meedoen? Ja. U mag de groetjes doen aan iemand. Of u mag een boodschap uitdragen. Ja. Doe ik de groet aan Peta, mijn dochter. En Helma toe, moet ik ook niet vergeten. Doe ik de hartelijke groet aan. Oké? Okay? Dank u wel, hè? Dag. Ja, en achter ons staat Charles. Charles. En wie bent u? Het is Sjaak van Rijden. Wow! Ja, en u werkt zelf ook voor een goed doel, hè? Ja, ik werk voor Stichting Promotie uit Heerhugowaard.
En wij brengen hulpgoederen naar Roemenië, waar het ook nog hard nodig is. Ja. Daar kom ik nog taferelen voor, dat je bedenkt dat dat nog mogelijk is in Europa. Dat is 2000 kilometer rijden en je zit midden in de shit. Ja. Echt. Ik hoorde 14 jaar terug, was ik er ook. En toen hoorde ik weer een verhaal van iemand. Die was op de vuilnisbelt geweest in Cluj-Napoca. Ja. En daar was een mevrouw, die was daar plastic aan het zoeken en ijzer, wat ze dan weer verkopen. En die had een klein babytje van een week of 3, 4 oud en die lag daar op een handdoek. Ja. Of op een zaadje. En die zou ze wat eten gegeven en daar was net een rat bezig om dat oor van het kind af te eten. En dat gebeurt in Europa. En de dikke meneer en mevrouw in Brussel en in Straatsburg, die draaien hun hoofd om en die zien het niet, terwijl ze het wel weten. Ongelooflijk. En dat is in Roemenië. Ja. 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 Nou, er zijn nog wel meer arme landen, Moldavië. Je kunt het wekelijks zien bij Max op de televisie, dat wat er aan de hand is. En wij boffen maar dat we hier wonen. Wij wonen hier in een paradijs, neem dat voor mij dan. En dan halen ze wel eens een paar tientjes van mijn pensioen af. Nou, zo wat, dan weet ik wel wat minder. Als u een donatie wilt doen, de melkbus staat hier. Maar u doet al heel erg veel werk voor Roemenië, begrijp ik nu. En u wilt ook nog heel kort iets zeggen? Goedemorgen! Goed zo. Hij meent het ook allemaal. En wij moeten volgens mij afsluiten. Of we gaan naar Stefan of naar de reclame, dat weet ik niet precies. We gaan naar Stefan terug, die bij een initiatief is waar kleding wordt opgehaald. En daarmee geldt voor Giro 555. Ja, we zijn weer bij Rattenplan in Schagen. Een kringloopwinkel, je ziet het wel. Ze zijn trouwens al een beetje in kerstsfeer hier. Kan je haast niet voorstellen dat hier voor Sinterklaas mensen zich alweer op kerst voorbereiden. Terwijl aan de andere kant van de wereld mensen zich het hoofd pijnigen over of ze vandaag wat te eten krijgen. Waar ze wat drinkwater vandaag vandaan zullen kunnen halen. Waar hun kinderen zijn, hun echtgenoot, hun ouders. Vinden ze elkaar weer terug in die puinhoop die de Filipijnen nu is, na die storm. Ik ga even op zoek naar de kledingafdeling, want er wordt hier dus kleding ingezameld. Mocht u kleding over hebben, kijk, zo gaan we samen tegelijk de trap op. Camera Rob de Bruin had een mooi plan in gedachten. Dus zamel je kleding in. Weet je, allemaal van die dingen die je toch niet meer aantrekt. Ik bedoel, dat afvallen, vergeet het maar, dat lukt je toch niet. We hebben het veel te goed in dit land. Er komt alleen nog maar een maatje bij. Dus al die kleinere kleding gewoon inleveren. In een vuilniszak stoppen. Inleveren bij Rattenplan. Dan levert het geld op. 25 cent voor iedere kilo ingeleverde kleding. Nou, een vuilniszak. Een paar kilo weegt dat toch wel snel. En dan komt het uiteindelijk waarschijnlijk hier te hangen. Dag mensen. Hallo. Hoi. Hallo. Mensen van Rattenplan. Hoi. Stefan. Goeiedag. Hallo. Hoi. Stefan. Dennis, je had ik net gesproken. Hoi. Goeiedag. Mick. Stefan. Hallo. Jack. Goeiedag, ik kom er maar even zo'n beetje tussen staan als u dat goed vindt. Jullie werken hier allemaal, een baan, mensen aan spullen helpen. Al aan de Filipijnen gedacht? Ja. Wat gedoneerd, de Giro 555, is er van gekomen? Nou nee, helaas heb ik geen geld. Nee, dat is natuurlijk ook zo, je moet het ook maar net kunnen missen, maar alle kleine beetjes helpen. Jullie werken hier, wat doen jullie? Wij twee doen stage. Oké, okay, jullie lopen hier. Onze eerste dag al. Oh, jullie eerste dag en dan zijn we meteen voor tv. Nou, dat is echt mooi. Ja, Dennis? Jack en Marjolein werken hier wat langer. Ja, jullie werken hier al wat langer. Ja. Veel mensen ook in Nederland in nood, hè, hebben weinig te besteden. Die helpen jullie aan spullen? We hebben nu ook een actie voor de Filipijnen, dat we kleding inzamelen. Ja. En proberen ook geld mee in te halen. Ja, hartstikke goed. Mensen die andere mensen helpen. Die weinig hebben. En uiteindelijk komt het dan hier te hangen. Ja. En dan help je er weer mensen mee die op zoek zijn naar een overhemdje voor weinig geld. Dus eigenlijk is dat helpen. Is dubbel helpen als je die kleding inlevert hier. Voor ons is het ook win-win. Wij krijgen wel wat extra kleding. En daarin ruil voor schenken wij aan het goede doel. Precies. We zijn nu bij Rattenplan in Schagen. Maar er zijn er meer, hè? Klopt. Noem het nog even. We zitten in Den Helder, Heergewaard. Alkmaar en zo eigenlijk door het land in. Amsterdam ook, geloof ik, hè? En door tot aan Spijkenisse. We hebben 14 kringloopwinkels. En hebben jullie ooit kleren genoeg? Nee, we hebben nooit kleren genoeg. Nooit kleren genoeg, dus alsjeblieft ga even die zolder langs. Lever het in bij de Rattenplanvestigingen in Noord-Holland. Iedere kilo levert 25 cent op voor Giro 555.
Daar worden medicijnen, water, eten, tenten voor gekocht voor de mensen in de Filipijnen. Die hier niet hun spulletjes kunnen halen zoals wij. Maar het nog veel harder nodig hebben dan wij. Ja, ja, terug op de markt in Schagen. Naast me staat Alice Vlaar. Vlaar is een hele bekende naam. Want u bent de schoonzus van Paul Vlaar. Ja, de pastoor uit Opdam. Ja, en hij heeft bekende oranje pastoor, hè? Ja. Hij heeft 2 weken geleden een bundel doen uitkomen, een gedichtenbundel. En daar wil ik graag wat uit voorlezen, als het mag. Nou, heel toegankelijk gedicht. Ja. Denken en doen. Als ieder denkt, het heeft geen zin om aan de derde wereld iets te geven, dan gebeurt er zeker niets en ontbreekt de kans op beter leven. Als ieder denkt, wat kan ik doen? Het is allemaal ver van mijn bed. Dan blijft het allemaal zoals het is. Wordt onze medemens niet gered. Als ieder denkt, mij zien ze niet, wanneer acties worden opgestart, dan blijven dingen uitzichtloos en staan wij en zij altijd apart. Stop daarom met zo te denken en schaar je in de eindeloze rij van mensen die wel wat doen. Dan draag ook jij je steentje bij. Ik vond het heel toepasselijk eigenlijk bij deze mooie actie. Fijn dat jullie ook meedoen. Ja. Heel mooi gedicht. Ja. Dank u wel. Heel hartelijk dank. Ja. U mag uw donatie in de melkbus doen. Ja. Fijn. Nou, heel fijn. Jullie veel succes. Ja, fijne dag. En er staat alweer iemand in de rij. Wat mooi. Mag ik het erin stoppen? Wat zegt u? Ik zeg, mag ik het geld erin stoppen? Ja, u mag het erin doen. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Dank u wel. Dank. Maar u krijgt airtime, hè? U mag nu 20 seconden iets zeggen. U bent niet praterig, maar de groetjes doen. Ik zal de groeten doen aan iedereen hier in Schagen. En dat jullie veel succes mogen hebben vandaag. Fijn, dank u wel. Tot ziens. Tot ziens, dag. Nou, heel mooi. Mensen zijn heel gul, valt me op. Er wordt ontzettend veel geld gegeven. Oh jee, hij gaat nu wel meteen onderuit. Dat is wat minder mooi. Ja. Nou, meneer, wilt u met ons meedoen? Nee, helaas. Nou, niet iedereen natuurlijk, is even gul. Maar we gaan nu verder naar Hoorn. Het is hier even afgelopen in Schagen. Maar straks staan we weer in Hoorn. Uit mijn hoofd van 16:30 tot 17:00. Maar dat weet ik niet heel erg zeker. En mensen kunnen daar weer een donatie doen en weer iets vertellen. Ja, het klopt inderdaad. Van 16:30 tot 17:00 staan we dus in Hoorn. Mensen kunnen daar weer de groetjes doen of een boodschap uitdragen of iets anders vertellen. We zien jullie straks weer.